Lions Club Wanica wordt vanavond officieel gecharterd of opgericht. Ter gelegenheid hiervan zijn enkele officers van de Lions Club International op bezoek in ons land. De Region Chairperson van de Lions Suriname, Hendrik Savirio, heeft vandaag een persconferentie belegd waarbij de media onder andere kennis kon maken met de International Lion Officers. Nicolien Moore, International Director van de Lions, heeft het belang van de nieuwste aanwinst voor de Lions belicht. Zij zegt dat de oprichting van een nieuwe club een mijlpaal is. Lions Club International staat volgens Moore altijd klaar om nieuwe leden te verwerven en deze club zal dat mogelijk maken. Our international president this year is Dr. Naresh Agarwal. He's from India and he has set as one of his goals the objective of hitting the mark of 1.5 million members. We've had 1.4 for a few years and nobody has been able to motivate us to hit that 1.5 mark. But they're looking at about 40,000. We are 40,000 short and we have how many days left? 22? 22 days left because the year ends on the 30th of June and they are very anxious. So of course Wanica being a new club is significant in that move. We're always looking for new clubs, always looking for new members because we believe that with more clubs, we will be able to carry out more service, which of course is what we do. Moore zegt verder dat het noodzakelijk is in elk district een club te hebben om de mensen van die omgeving te helpen. Met de nieuwe aanwinst te Wanica is het aantal clubs in Suriname gestegen naar 13. Aan de region chairperson Savirio is gevraagd of het geen probleem is dat Van Dijk Silos president wordt van een club die in een ander district is dan waar zij woonachtig is. Bij een nieuwe club is dat een totaal anders, want het zijn nieuwe leden. Gelukkig hebben we één oude Lion. Dus ze hebben een beroep gedaan op die Lion, ex-Lion is het nu, nog, maar straks niet meer, om dat de leiding te nemen. Ik ben lid van de Lions Club Komen-Wijnen. 50% van de members komen uit de stad. Dus je hoeft niet speciaal gebonden te zijn? Nee. Dat hebben ze losgelaten. Het is niet te doen. Hendrik Savirio, chairperson, vandaag tijdens de persconferentie in het park. Vanavond vindt de oprichting of de charter plaats van de Lions Club Wanica onder leiding van Jennifer van Dijk Silos.